is waar je op kan komen door een draadloos toegangspunt. En dat is het wifi-punt, dat zendt een signaal uit. En daar kan je ook mee communiceren. Dus je kan er ook op inbellen, als het ware. Je kan erop in, ja, hoe noem je dat, op aansluiten, draadloos. En dan zit je eigenlijk in dat netwerk. En via dat access point, dat toegangspunt, kan je dan ook dus internet krijgen. Dat is eigenlijk hoe het in elkaar zit. Dankjewel daarvoor voor het antwoord, Ineke. En dan gaan we even naar de bloedgroepen. Want hoe zit het nou met die bloedgroepen? Nou, ik heb nog wat reacties gekregen van mensen. En mensen die zeggen bijvoorbeeld, mijn moeder had AB positief, mijn vader A positief. Hieruit kunnen alle combinaties geboren worden. Mijn oudste zus had A positief, mijn zus boven mij B positief, ik A positief, mijn jongste zus B negatief. En mijn broertje had AB positief. Achter deze letter staat de denkbeeldige nul, of de O. Positief en negatief zijn ook verklaarbaar, maar dat is moeilijk uit te leggen. Ik heb helaas geen tijd, want ik ga zo naar de verjaardag van mijn kleinzoon. Nou, bedankt, Nel. Dan van Helene. Als ma A O heeft en pa B O, dan kun je toch A B A B en O krijgen. Nou, ik heb een schemaatje doorgekregen van mogelijke combinaties. En daarin heb ik gezien dat de enige combinatie waarbij al deze combinaties die net genoemd zijn voorkomen, is als de vader A heeft en de moeder B. Maar nu ga ik naar Cora, want Cora heeft alles uitgezocht. En Cora, wat heb jij hier ook? Klopt het wat ik zei? Heb je iets voor zich klopt? Heb jij hier nog? Maar welke combinatie is nou de combinatie waar zij mee te maken hebben?